I mean married, yes. Aren't you married? Is hij wel blond? Nee, hij is niet blond. Icons Hockey. Hey, leuk dat je kijkt. Ik ben op Hockeyclub HGC en we zijn hier weer voor de 5 Second Rule. Een quiz waar ze in totaal 5 vragen krijgen en die moeten ze allemaal binnen 3 seconden beantwoorden. We gaan er sowieso een feestje van maken. Ik ben vandaag met Dirkie en met Loes. Zijn jullie een beetje klaar, hè? Klaar voor? Zeker. Ja. Beetje ready? Optimistisch? Noem 3 speelsters uit de top 10 topscorers in de hoofdklasse dames van dit seizoen. Matla, Kai van Maasakker, Liederwij Welten en Pien de Dikke. Ja, dat is goed. Dat waren er 4 toch niet? Ja, 4. Je had er 4. Ja, maar helemaal netjes. Lekker. Gewoon een puntje, lekker. Openen met een punt. Heerlijk. Noem de 3 teams waar jullie dit seizoen van hebben verloren in de hoofdklasse dames. Oh my god. Ik kan het niet. En tijd, ja, dit is naar, echt hè? Zo irritant. Dus wat ik zei, dat is gewoon volledig de error. Als je nu rustig over nadenkt, weet je het dan wel? Nee, ik ben echt heel slecht in scores en dat soort dingen bijhouden. Ik speel gewoon en dan zien we het wel. We only remember the games we win. Yeah, exactly. Noem 3 spelers uit je team, wiens naam, voornaam, beginnen met een L. Loes. 2, 1, tijd. Jij bent mijn team. Lisa. Lisa. En ik heb ook nog een Laura. Noem 3 jaren waarin het Nederlands dameshockeyteam een medaille heeft gewonnen op de Olympische Spelen. Oh god. 2000, 2004 en 2018. Nee, 68. Nee, fout. Jezus, 18. What the fuck? Hey, maar ik ben niet. Ja, ik ben wel Nederlands, maar ik ben niet in Nederland opgegroeid. Dat is wel niet in mijn voordeel. Maar goed. Noem 3 dingen die je niet in je huis wilt aantreffen. Rat, possum en fox. 2-0. Deze vraag. Puur op instinct reageren zou ik zeggen. Noem 3 dingen die je aantrekkelijk vindt bij een man. Eerlijk. Blond en lang. Netjes! Ik score helemaal prima op deze punten. Nee. Nou ja, ik lieg wel veel. Nee. Aren't you engaged? I mean married. Yes. Aren't you married? Is hij wel blond? Nee, hij is niet blond. Exactly. ik moet eerlijk zijn. Ja, dat is waar. Ja. He is not the ideal, but he is the perfect one for me. Noem 3 typische Nederlandse gerechten. Boerenkool, hutspot en... Tijd? Nou, wel goed. Frikantelletje. Ah, bitterbal. Oh, kroketje. Broodje kroket, ja. Noem 3 steden in Zuid-Afrika. Johannesburg, Port Elizabeth en... Deel! Ja, Kaapstad, ja. Cape Town. Ah, bijna! Noem 3 apps die je op je mobiel hebt. WhatsApp, Instagram en Snapchat. Ja, helemaal goed. Snapchat? You even asked me in the beginning of the season what it was! Maar heb je het op je telefoon? Ik had het, maar ik heb het niet gezien. Heb je het niet gezien? I deleted it. Nee, dat telt er niet. Dan heb je het fout. Oh, gelijkmakend beurtje. Noem 3 dingen die je s'avonds op tv kijkt. Netflix, het nieuws en 1 vandaag. Oké. Okay. Ja, nee, die is helemaal goed. Zeker. Ik zat eerst nog even van, is Netflix iets wat je op tv kijkt? Maar dat is, ja, je kijkt wel Netflix op. Ja, oké. Okay. Gelijk spel. Hoe vonden jullie het? Meevallen of tegenvallen? Nee, het is heel moeilijk. Je kan je ook niet voorbereiden, je kan niet oefenen. Yeah. Er is altijd gewoon druk die je niet kan nabootsen. Ja, yeah, and you think of it in your head, but you can't... Yeah. Yeah. Ja, gewoon een engel. Like, I have 100 apps on my phone, yeah. But I can't name 3. Maar het is de tijdstruk van 5 yeah. seconden. Vond je dit nou leuk om te zien? Wat ik hoop dat je vond. Abonneer dan op ons YouTube-kanaal, volg onze Instagram en wanneer het weer kan, zenden wij uiteraard de samenvattingen van de hoofdklassen en de livestreams uit. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende!